De gast van deze week is al meer dan 25 jaar ontwikkelaar van formats. Hij begon zijn carrière als één van de eerste vier creatieven bij John de Mol, waar hij onder andere meewerkte aan Big Brother, tv-makelaar en De Bus. In 2002 ging hij samen met zijn creatief partner daar, Mark van Berkel, onder de naam Intelligence ondernemen en bedacht zo internationale hits als That's the Question, Take It or Leave It en 50-50. En inmiddels werkt hij als freelancer. Zo bedacht hij recent Singletown, wat nu in meerdere landen te zien is. En werkte hij als creatief consultant mee aan bijvoorbeeld The Connection. En alsof dat niet genoeg is, maakt hij ook de podcast Content Wars, waarin hij op nogal publieke wijze nogal sappige uitspraken doet over de wereld achter content. De wereld dus waarin hij zelf dagelijks actief is. Hier is Kirsten Jan van Nieuwhuizen. Nou, dat vond ik een hele indrukwekkende intro, Joost. Dankjewel. Ja, en allemaal waar, toch? Allemaal waar, ja, ja. Het is heel snel gegaan, hoor, moet ik zeggen, als je het zo opnoemt. Maar... Weet je wat volgens mij ook echt heel snel gaat? Dat jij ineens een soort opiniemaker aan het worden bent. Ja, dat wordt me in één keer een beetje... Ja, ik had dat nooit verwacht, want de luistercijfers van Content Wars zijn helemaal niet enorm. Maar als je dan af en toe op een aantal websites terechtkomt, waar er nogal ongenuanceerd wat uitspraken van je worden neergekwakt, hè, zal maar zeggen, dan wil dat nog wel eens gebeuren. Ik vind dat... Het jammere vind ik een beetje dat, hè, als we het hebben over Mediacorant bijvoorbeeld, is dat dat niet helemaal weergeeft wat we in de podcast doen, volgens mij. In de podcast zijn we een stuk genuanceerder. Maar ik geef wel eens af en toe gewoon, ja, ik ben, als ik iets vind, dan roep ik dat gewoon. Dat is soms misschien niet het allerslimste, maar ik vind het... Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar ik bedoel, er zit een motief achter. Heel veel formatontwikkelaars die willen graag in de schaduw blijven, niet in de schijnwerpers. En daar hebben ze ongetwijfeld alle reden toe. Ja. En jij bent steeds meer, ik bedoel, je bent bij Telegraaf TV te gast. Je zit hier, wat ik een grote eer vind. Je maakt de podcast. Ik bedoel, wat is het motief daarachter? Oh, ik vind het gewoon leuk. Ik vind het leuk om het erover te hebben. Ik word gevraagd en dan om een beetje duiding te geven. En ik vind het leuk om te hebben over mijn vak. Over content creëren en over formats ontwikkelen. Dus dat is eigenlijk de enige reden, want ik schiet er financieel niks meer op. Ik krijg er best wel wat kritiek op af en toe, dat mensen vinden dat ik te uitgesproken ben. No such thing as bad publicity, dat geldt niet? Nee, in mijn vak is dat wel wat lastiger natuurlijk. Daar zullen we het misschien ook wel zo nog over hebben. Als ik zeg de nieuwe Angela de Jong, een column straks over televisie? Nee, ik ben niet zo'n goede schrijfster. Dus nee, ik denk niet dat er snel een column... Ik vind het gewoon leuk om te lullen over tv en over content. Dus dat is het eigenlijk het enige motief. Oké, nou laten we dan even helemaal een stap terugnemen. Dat jij deed een studie, film- en televisiewetenschappen. Ja. En tijdens die studie was je locatiemanager en productieassistent bij IDTV. Ja. Wat was de grote droom van Kirsten Jan toen? Nou, kijk, mijn vader is cameraman, dus die heeft het er misschien een beetje meegegeven dat het leuk vond om naar films en televisie te kijken. En toen ik film- en televisiewetenschappen studeerde, vond ik het sowieso interessant hoe films en hoe drama en hoe tv wordt opgebouwd en verhaallijnen en spanningsbogen. En toen heb ik tijdens mijn studie wat dingen bij IDTV gedaan, maar toen ik klaar was met mijn studie, heb ik heel snel eigenlijk meteen een brief gestuurd aan John de Mol Producties. Of ik iets bij programmaontwikkeling mocht doen. En was dat de enige brief die je stuurde? Ja, gek genoeg wel. Toen zat daar een nieuwe hoofdprogramontwikkeling. En die zei, stuur maar een ideetje op. En toen heb ik drie ideeën opgestuurd met allemaal tekeningen erbij van hoe het eruit zou zien. En dat vonden ze leuk genoeg in ieder geval om me uit te nodigen. Maar even om te schetsen, jij kwam daarbij toen Big Brother nog niet bedacht was. Nee. Er was dus nog geen enorm grote wereldhit. Nee. Maar toch wilde jij daarbij. Ja, het leek mij leuk om dingen te bedenken. Toen ik begon was ik zo groen als gras. Dus de eerste 6 maanden... Ik weet nog dat ik een functioneringsgesprek had na 6 maanden. En toen zei mijn baas, die zei, ik weet niet of er een creatief in jou zit. En dat was ook omdat ik samenwerkte met iemand, nog niet met Mark van Berkel, maar met iemand anders waar ik niet helemaal een klik mee had, creatief. En toen na 6 maanden ben ik met Mark van Berkel gaan werken. En toen daar gebeurde iets waardoor we in één keer een beetje gingen vliegen. En toen ging het een stuk beter en een stuk sneller. Maar de eerste 6 maanden heb ik heel veel moeilijkheden gehad om gewoon het te leren. En als je uiteindelijk leert, als je bij John de Mol het vak leert, is natuurlijk, er is geen betere
persoon om programmaontwikkeling te leren dan met John de Mol. Nou, kom maar door met een paar lessen die je daar dan geleerd hebt. Wat voor kwartjes zijn er gevallen in die 6 maanden? Nou, kijk, wat ik een hele goede vond altijd van John is van je mag kritiek hebben, maar kom dan ook met de oplossing. Dus niet alleen maar roepen waarom je iets slecht vindt of iets niet vindt werken, maar geef dan ook meteen aan van wat je eraan zou verbeteren. Wat ik ook geleerd heb is dat je niet altijd moet verzinnen wat je zelf leuk vindt. Want dat kan natuurlijk heel beperkt zijn. Dus probeer gewoon dingen te verzinnen waarvan je denkt dat er een soort universele appetite voor is. Ja, en voor de rest is het wel een vak. Het is er zijn heel veel mensen die hebben ideeën en die komen ook langs met ideeën. Alleen het vak zit van hoe kan ik van een idee een format maken. En dat zijn er niet zo heel veel die dat goed kunnen. Ja, daar gaan we het ook nog even uitgebreid over hebben. Maar er gebeurde ook bij dat bedrijf natuurlijk iets bijzonders. Los van dat jij in die 6 maanden en samen met Mark van Berkel een soort vogelvlucht maakte dat bedrijf dat ook. Want ja, dat was toen nog niet hoor. Ik ben er komen werken ergens 95, 96. En het hele verhaal van Big Brother, want daar doe je waarschijnlijk op. Gewoon dat het in een vrij korte tijd van een paar mensen ergens in een miljardenbedrijf veranderde. Ja. Dat heb jij wel voor een groot deel meegemaakt. Nou ja, kijk, John was in die tijd eigenlijk een van de enigen die, of een van de weinigen zeg je volgens mij, die echt veel geld stopte in programontwikkeling. En dat leverde aanvankelijk niet eens zo heel veel op, totdat er een soort van flow in kwam. En toen een van de grote dingen is daar Big Brother geworden natuurlijk. En dat was wel uniek om zoiets mee te maken. Want dat is een van de allergrootste formats ter wereld geworden. En heeft bijna eigenlijk een nieuw genre ingeluid van reality TV. En dat was natuurlijk fascinerend om daarbij betrokken te zijn. Om te zien wat dat doet met een bedrijf. En sowieso hoe zo'n format over de hele wereld gaat. Maar het unieke ding was dus dat hij, of jullie, of zij, heel veel geld in formatontwikkeling stopte ten opzichte van de rest. Ja, en nog steeds, hè, want John doet dat nog steeds als een van de weinigen, stopt hij heel veel geld in ontwikkeling. En waarvan relatief maar heel weinig lukt, zeker de laatste tijd. Maar toen was bijvoorbeeld Joop van den Ende, die kocht zijn formats eigenlijk allemaal uit Engeland. En die besteedde vooral zijn geld aan grote sterren. Alle sterren werkten bij Joop van den Ende. En John die had door van als ik nou een format bedenk en dat is voor mij, dan kan je daar veel meer geld mee verdienen. En uiteindelijk heeft hij natuurlijk gelijk gekregen. Ja, veel geld verdiend. Jij was toen nog medewerker. Ja. Dus je kreeg elke maand ongetwijfeld een best oké salaris. Maar dat was gewoon een salaris aan het einde van de maand. Ja. Toen zag je je naaste collega een miljardair worden in een korte tijd. Toen dachten jij en Mark van Berkel, moeten we ook doen. Wij merkten natuurlijk dat toen inderdaad die beursgang en die verkoop, dat heel veel mensen in de top van Endemol, die hadden allemaal aandelen en die liepen met een big smile rond. En wij hadden inderdaad een maandelijk salaris en wij hadden eigenlijk geen aandelen of niks. En wij hadden toch zoiets van, ja, iedereen zit elke keer te wachten tot wij met nieuwe ideeën komen. En toen hebben wij een soort rekensommetje gemaakt van wat is er nou in het laatste jaar. Dit was in 2001. Wat is in het laatste jaar verkocht wat wij bedacht hebben? En wat heeft dat aan productiefee opgeleverd? En toen kwamen we op ongeveer 30 miljoen. Dat was ook omdat een programma wat wij bedacht hadden onder andere in Duitsland liep. En toen dachten we, ja, als het 30 miljoen oplevert, stel nou eens dat we daar een paar procent van zouden kunnen krijgen, dan kunnen wij al best met z'n tweeën van leven. Toen zijn wij weggestapt bij John de Mol. Iedereen verklaarde ons eigenlijk voor gek, want die zeiden, jullie kunnen nooit alleen van format fees leven. Ja, jullie gingen niet produceren. Het was puur bedenken. Ja, het was puur alleen maar formats bedenken en alleen maar leven van rechten. En dat is maar een heel klein percentage van een productiefee, hè, gemiddeld zo'n 4-5%. Dus je moet best wel, en dat krijg je alleen maar als je iets op de buis hebt. Dus je moet wel iets op de buis krijgen. En dan moet het ook nog wel substantieel iets zijn waardoor je gewoon een tweemansbedrijf kan runnen. En dat was wel lastig. Gelukkig hadden we een investeerder al in 2002 meteen, die wat geld erin wilde steken. En we hadden ook het geluk dat we redelijk snel That's the Question bedachten. Een dagelijks spelletje. En dagelijks spelletjes zijn heel interessant qua rechten. Ja, je zei ergens in een andere interview, die heeft in 12 jaar tijd 2,5 miljoen euro opgebracht, dat spel. Ja. En je noemt het zelf een spelletje. Ja, nou, het is echt wel. Ik vind het nog steeds een heel goed format. Het is echt een goed. Net als Lingo, het is heel goed
dagelijks stripped spelletje of spel. En het is naar heel veel landen gegaan. En in totaal denk ik inderdaad dat dat wel zoiets heeft opgeleverd. Alleen aan formatfees, hè? Dus ik heb het niet over productiefees. Dat is nog echt een veelvoud. Maar wat is dan op een gegeven moment een kwartje wat valt? Dat je ineens denkt, hey, nu hebben we iets in handen. Bijvoorbeeld bij That's the Question. Nou ja, bij That's the Question is, wij wisten dat Get the Picture zou verdwijnen. En toen hebben wij gekeken van, kunnen we nou een spelletje verzinnen wat toch weer net anders is. En bij spelletjes gaat het eigenlijk vooral om een ander soort vraagprincipe of een ander soort antwoordprincipe te bedenken. Want spelletjes zijn over het algemeen, zeker Q&A, is eigenlijk altijd vraag en antwoord. Dus je moet iets verzinnen wat het net anders maakt. En zoals het wel vaker gaat met formats, je bedenkt eigenlijk wat ik dan noem de kapstok. Dus dat is een soort het basisidee waar iets op drijft. En vervolgens de vorm of het ultieme, de USP, unique selling point, of iets wat bijzonder maakt, waarop je het ook pitcht bijvoorbeeld. Bij kopen zonder kijken hebben zij het, we kopen iets zonder te kijken. En vervolgens ga je het aankleden. Dus dan hang je jassen op die kapstok en ga je eigenlijk kijken, hoe kan ik dit basisidee van we kopen iets zonder te kijken, dat heb ik overigens niet bedacht. Ik had het graag willen bedenken, ik vind het een heel goed format. Dan ga je dat aankleden. Dus dan ga je die elementen en zo. Bij That's the Question hadden wij het idee bedacht dat we uitgaan eigenlijk van, wat is nou de vraag die leidt tot een bepaald antwoord? Dus we draaiden het om. In plaats van, je krijgt een vraag en wat is het antwoord? Dus we geven het antwoord en wat is de vraag? Even kort gezegd hoor. Maar we hebben bijvoorbeeld een ander spel bedacht in die tijd, wat ik ook een heel leuk spel vond, dat heette Take It or Leave It, dat noemde je al. En dat was eigenlijk bedacht omdat wij zaten te kijken naar Who Wants to Be a Millionaire. En er was altijd 4 antwoordmogelijkheden, maar 2 daarvan waren het minst waarschijnlijk. Dus mensen zaten altijd tussen 2 antwoorden te dubben. En toen zaten wij daarover na te denken en toen dachten wij, kunnen we iets met 2 antwoorden, maar waarvan je er maar 1 ziet? Dus ik stel jou een vraag en ik geef je 1 antwoord. Maar het kan ook het andere zijn, alleen die zie je nog niet. Dus het idee is, als je dit antwoord niet neemt, dan krijg je het andere en dan kan je niet meer terug. Dus dat was het take it or leave it. Heel simpel principe. Maar ik vind in beide gevallen, beide voorbeelden die je nu geeft, dat zijn programma's die weet ik voor hoe lang gelopen hebben, waar weet ik veel hoeveel format fee aan is verdiend. Ja. En ja, je legt het uit als een ideetje wat je hebt op de dinsdagochtend bij de koffie, waarbij je eigenlijk een principe wat bestaat omdraait. En dat is, klinkt leuk. Ja, maar, daar begint het mee. Maar hoe weet je dan van, maar dit is iets waar we op door moeten denken, zodat het inderdaad een format kan gaan worden? Ja. Nou ja, bij spellen begint zoiets als dit. Dus het begint op deze manier met iets kleins en waarvan je denkt, hey, zouden we daarmee verder kunnen? Maar een spel is eigenlijk het ultieme format. Er bestaan geen echtere formats dan spellen eigenlijk, omdat een spel moet helemaal van begin tot eind uitgedacht zijn en alles moet kloppen in een spel, in een gameshow. Of in een Q&A. Of in een bordspel. Of in een bordspel ook. En als je iets verandert in het begin, heeft dat consequenties in de rest van het format. Dus daar moet je heel goed over nadenken. En bij spellen geldt dat je het bijvoorbeeld heel vaak moet spelen. Dus je zit het heel vaak te spelen met groepen, office run-through noem je dat. En dan merk je, het werkt hier niet, of dit lukt niet, of de tweede ronde is niet goed. En heel veel spellen sneuvelen daar dan ook. Dus die sneuvelen, op een gegeven moment merk je van, ja, het is niet meer spannend of wat dan ook. Bij Take It or Leave It, wat wel grappig was, we hadden dat principe van, je krijgt 1 antwoord en het tweede laat ik je nog niet zien totdat je daarvoor kiest. Dat speelden we en toen merkten we, ja, het is leuk, het principe is leuk, want je zit de hele tijd te denken, zou het nou het andere antwoord zijn? Maar we misten nog iets. En toen op een gegeven moment hebben wij bedacht, als we nou tussen de vragen door een wand hebben met kluizen, waar allemaal geldbedragen in zitten, maar ook 2 bommen. En als jij een vraag goed hebt, dan mag je een kluisje kiezen. Daar zit een geldbedrag in. Maar je mag ook nog een tweede kiezen, maar dan laat je het eerste gaan. Met kans dat je een hoger bedrag hebt. Of de bom. En dan hadden we weer bedacht, als je de bom kiest, ben je af en mag er een ander koppel jouw plaats innemen. Nou, zo bouw je langzaam dat format op. En dan merkte je dus dat het A, leuk was om te spelen. En B, zaten mensen naar die kluizenwand te kijken. En het derde element was dat er 1 koppel maar de finale mocht spelen. En het was een pad van 10 vragen. En als jij op vraag 8 de bom trok of een fout antwoord gaf, dan nam dat andere koppel het over en die konden het uitspelen. Dus ook dat was weer een spannend element. En zo creëer je langzaam maar zeker met een basisprincipe als zo'n vraagprincipe,
creëer je steeds meer elementen waardoor het een spannend spel wordt. Maar met terugwerkende kracht zijn dit soort dingen natuurlijk, lijken die heel simpel. Alleen als je er staat en je bedenkt zoiets wat er nog niet is, dan zijn er ontelbaar mogelijkheden. Ja. Dan is de potentie is oneindig. Ja. Hoe kies je dan wat je wil gaan uitzoeken? Is dat allemaal op basis van je gevoel door veel te spelen? Is dat... Nou, kijk, er zijn een aantal regels natuurlijk. Dus op een gegeven moment leer je binnen formatontwikkeling een aantal elementen die beter werken dan anderen. Dus met spellen is dat bijvoorbeeld, je moet niet te veel kandidaten hebben. De grap is dat ik nu nog steeds format zie waar die basisregels nog steeds worden geschonden. Terwijl als je een beetje ervaring hebt, zou je dat moeten weten. Een ander principe wat ik zelden vind werken, is dat je begint met een grote prijs en dat het steeds minder wordt. Dus dat was een van de kritiek bijvoorbeeld op Million Dollar Island. Dat iedereen zei, ja, je kan een miljoen winnen en hij ging naar huis met 120.000 euro. Dat vond iedereen teleurstellend. Dus dat is een soort psychologisch element dat je zegt, ja, mensen vinden dat niet leuk. Ik vind vragen die alleen maar gaan om cijfers, vind ik ook niet werken. Dus dat zijn allemaal regels die je leert als je een tijdje in het vak zit. Maar je bent echt een soort enorme manipulator van de menselijke aandachtspannen eigenlijk. Nou ja, dat leer je natuurlijk. Je leert op een gegeven moment wat werkt en wat werkt niet. En ik vind vragen bijvoorbeeld leuk waar je het later over kan hebben. Dus we hebben ooit heel vaak als voorbeeldvraag gehad, wat is de onderste kleur van een raketijsje? Nou, dan zit... Jij gaat meteen een raketeindje. Volgens mij is het oranje. Nee, geel. Je hebt gelijk, geel. Heel goed. Het grappige is dus dat iedereen dat zou moeten kunnen weten. En toch zit iedereen... We hebben mensen gehad die stonden zo in de studio alsof ze het ijsje voor zich hadden. Maar dus dat het niet alleen het hele proces leuk is voor degene die daar voor de camera staat, maar dat mensen thuis eigenlijk minstens zo erg kunnen meedoen en elkaar kunnen aftroeven de hele show lang. Dat is natuurlijk, kijk, bij een spelletje is het belangrijkste dat er meespeelgehalte is. Dus mensen thuis moeten kunnen meespelen. Dus als je een hele moeilijke quiz, er zijn wel uitzonderingen. In Engeland heb je Mastermind en in Nederland 2 voor 12 natuurlijk wat al heel lang loopt. Maar over het algemeen geldt het dat mensen moeten het leuk vinden om mee te spelen thuis. Dus de vragen moeten niet te moeilijk zijn en de vragen moeten leuk genoeg zijn dat je het leuk vindt om mee te spelen. Dus een voorbeeld nu wat ik geen goede quiz vind is, dat is die quiz bij Talpa waarin het steeds ging... Over de laatste vraag? De laatste vraag volgens mij. Ik wil heel even zeggen wat jij daarover zei in de podcast. Ja. Wat me irriteert aan het format is dat je de kijker niet serieus neemt. Ik vind het een schande naar formatontwikkelaars toe. Gelukkig wordt het door de kijker ook afgeslacht. Het klopt aan alle kanten niet. Ik denk dan, jongens, ga eens meer je best doen. Ja. Ja. Nou ja, kijk, bij de laatste vraag... en er was nog zo één, volgens mij, het beste antwoord of zoiets... worden gewoon basisfouten gemaakt. Dus als je een quiz hebt waar het alleen maar gaat om schattingsvragen... dus van hoeveel roze auto's rijden er rond in Nederland. Ten eerste kan niemand dat weten, dus het is gewoon gokken. En ten tweede, nobody cares. Het is een vraag waarvan ik denk, ja, nou, boeien. Maar jij hebt meegewerkt aan de connection. Ja. Is dat niet een deels ook hetzelfde probleem wat daar is? Nee, want ik denk dat de kracht van de connection is dat je speelt vragen. Gewoon in eerste instantie speel je vraag en antwoord. Vervolgens word je uitgedaagd om met een aantal van die antwoorden de connectie tussen die antwoorden te vinden. En dan het ultieme, en dat is uniek, dat is nog nooit eerder in een quiz gedaan, dat alle antwoorden in een quiz leiden tot één eindconnectie. Nou, dat is een soort tour de force voor vragenmakers en ook voor ontwikkelaars waarvan je van tevoren, en ik zal eerlijk toegeven dat ik dat ook van tevoren zei, van het kan bijna niet. Want je beperkt je, het is heel moeilijk om een diversiteit aan 50 vragen te maken die allemaal heel leuk zijn, maar die wel allemaal leiden naar één antwoord. Die moeten allemaal een connectie hebben met het eindantwoord, hè? Met Prince of met Madonna of met Diana. En dat element, dus die drie lagen, de laag van gewoon Q&A, dan connecties vinden en de ultieme connectie vinden. Echt één grote piramide. Dat vind ik een heel leuk principe en die verschillende lagen vind ik interessant. En je merkt dus ook aan kijkers, die zitten thuis mee te schrijven, dat is wat wij horen. En die zitten halverwege al te appen van de eindconnectie is dit. Nou ja, dan werkt een quiz dus.
En ik vind de meeste quizzen die leuk zijn of die goed zijn, hebben vaak meerdere lagen. Dat is niet alleen maar Q&A. Dat is toch, er zit iets bij wat het nog extra interessant maakt. Zoals bij That's the Question, dat je terwijl je vraag en antwoord hebt, dat je de vraag moet bepalen wat het antwoord wordt. Dat er altijd een soort onderstroom is waar je ook nog mee bezig kan zijn. Ja, klopt. En bij That's the Question hadden wij bijvoorbeeld, wij wisten dat Get the Picture verdween, omdat bij Get the Picture zochten ze steeds een antwoord en de eerste letter van het antwoord verscheen in het bord of werd weggespeeld in het bord. En wij wisten dat dat een probleem gaf voor de vragenmakers na een paar honderd antwoorden. Afleveringen. Ze konden eigenlijk geen antwoorden meer vinden met die letters. Toen hebben wij in That's the Question iets toegevoegd in ons spelprincipe, waardoor je eindeloos vragen kan spelen. Want wij zochten altijd een antwoord en die was gehusseld in letters. En die moest je dan kunnen zien wat het antwoord was. Alleen wij, de antwoord op onze vraag was een extra toegevoegde letter. En dat kon dus altijd alles zijn. Als ik het nu uitleg, klinkt het heel ingewikkeld. Maar we hebben geprobeerd ook in ons het bedenken dat we dachten, hey, het probleem wat we bij Get the Picture hebben, willen wij niet hebben. Wij willen duizenden afleveringen kunnen maken. Is ook gelukt, want er zijn ongeveer 5000 afleveringen wereldwijd van gemaakt. En dat door zo'n trucje toe te passen. En dat is, vind ik, dat soort dingen vind ik natuurlijk leuk als ontwikkelaar. Ja, we hebben het nu heel lang gehad over die twee quizzes. Ja. Waar jullie dat bedrijf misschien zelfs opgebouwd hebben voor een deel. Zeker. En toen hebben jullie dat bedrijf verkocht. Ja. Miljonair geworden. Lijkt me ook lekker. Ja. En dan op een gegeven moment ben je weer freelancer. Na een soort earn-out-achtige periode volgens mij. Ja. En dan, dan werk je altijd in creatieve duo's samen daarvoor. Ja. Zeker met Mark van Berkel ben je op elkaar ingespeeld. Ja. En dan sta je, ja, freelancer klinkt als vrijheid ook, maar het is natuurlijk ook misschien eenzaam. Zeker. Hoe doe je dit alles zonder dat je een sparringspartner hebt? Nou, dat was ook moeilijk, want toen Mark en ik uit elkaar gingen, gewoon zonder enig probleem, maar omdat Mark niet meer bij Sony wilde blijven werken en ik wel. Toen had ik daar ook wel moeite mee, dat ik dacht, jeetje, moet ik het allemaal in mijn eentje gaan doen? En ik geloof ook in duo's en in groepen. Ik denk dat je elkaar versterkt en dat je toch vaak in heel veel creatieve beroepen merk je dat duo's werken. Dus dat heeft voor mij echt wel een tijdje geduurd voordat ik een soort van gevoel had en ook misschien wel zelfvertrouwen. Ik dacht, ik kan in mijn eentje ook genoeg toevoegen. Maar dat blijft altijd. Kijk, ik denk dat de meeste creatieven ook een vorm van onzekerheid hebben. Omdat ze altijd maar moeten hopen dat er weer een nieuw idee komt. Ja, je bent toch afhankelijk van de natuur, van je eigen natuur. Ja, voor een deel. En ik heb ook periodes gehad dat er heel weinig ideeën komen. Dat je toch een soort writersblok-achtig hebt. En helpt het dan dat je miljonair bent? Natuurlijk helpt het dat je die druk wat minder groot is. De druk en dat je, hey, ik noem het wel eens een beetje fuck you money, dat je niet meer zo heel erg nodig hoeft. En dat maakt maar je zou hem ook kunnen omdraaien, zoals jij bij die quiz hebt gedaan. Dat je zegt, ja, de druk is eraf, dus de ideeën in mijn onderbewuste komen ook niet meer, omdat het belang misschien weg is. Nou, kijk, het lastige bij formatontwikkelaar is dat je, of bij formatontwikkelen, is dat je best wel heel erg de boer op moet met je ideeën. Je moet echt wel pushen, je moet meerdere malen pitchen. En die drive en die wil moet er ook zijn. En dat gaat natuurlijk vaak samen met als het moet financieel, dat je ook wel gaat. Als je financieel niet meer zo heel nodig moet, is het heel makkelijk om achterover te gaan zitten en 1 of 2 dingen per jaar te bedenken. Maar als je er vanuit gaat dat misschien 1 op de 10, 1 op de 20 dingen lukt, dan houdt het snel op natuurlijk. Dus dan is het echt wel lastiger om wat geld nog te verdienen met je formats. Is het niet heel vreemd dat, ik bedoel, als je het bij Apple kijkt bijvoorbeeld, dan is het niet zo dat degene die daar R&D doet, dat die ook sales doet. Ja. Maar bij formatontwikkelaars is het volgens mij, als ik jou zo hoor praten, bijna altijd zo dat de formatontwikkelaar ook de pitch doet. Ja, dat vind ik wel het beste. Het ligt er een beetje aan, want je moet ook goed kunnen pitchen. En, kan je een beetje pitchen? Ik denk dat ik wel aardig kan pitchen, ja. Dus ik denk dat dat belangrijk is. Kijk, de verkoop van een idee is misschien nog wel belangrijker dan het idee zelf. En, heb je een vaste opbouw in een pitch? Nee, niet per se. Kijk, er zijn een aantal regels bij pitchen. Is natuurlijk, kijk, uiteindelijk ben je natuurlijk een verkoper. Dus je probeert je idee zo goed mogelijk te verkopen. Maar het belangrijkste is dat je over heel veel vragen hebt nagedacht die er eventueel zouden kunnen komen. Niks is dommer dat als iemand iets vraagt dat je daar geen antwoord op hebt. Dus je moet van tevoren inschatten van wat zouden de vragen kunnen zijn die zouden kunnen komen.
Je moet wat research hebben gedaan over je klant. Wat zoeken ze, wat willen ze, wat is hun doelgroep? Nou, dat soort dingen, daar hou je rekening mee. En je moet gewoon je idee lekker kunnen vertellen. En met spellen, ik speel het vaak met mensen. Dus ik speel altijd eventjes één of twee vragen om ze erin te krijgen. We hebben wel eens een idee aan John zelfs verkocht met gewoon 100 gulden op tafel te leggen. Dus als het hem lukte, dan kreeg hij die 100 gulden. Nou, dan was hij. Uiteindelijk is dat een miljoenenkus geworden in Love Letters. Aan het einde dat mensen elkaar 30 seconden moesten kussen. Ook dat is overigens grappig ontstaan. Dat is ontstaan toen Mark een keer aan het tanken was met zijn auto. Nee, niet aan het tanken. Hij was aan het zijn video aan het terugspoelen. En toen was nog de VHS. En als je die terugspoelde, dan stopte die zelden op 0.00. Die ging er dan altijd net overheen. En toen kwam die John, die had bij ons de opdracht neergelegd. Die zei, Love Letters, hè, grote show met Linda, waarin drie koppels eigenlijk mochten spelen. Wie hun trouwerij kreeg. En aan het einde van die show ging dat koppel trouwen. En het bleek dat die kijkcijfers aan het einde altijd instort. Dus mensen, als die gingen trouwen, zepte iedereen weg. Dus ik weet nog de vergadering dat John met Linda zat. En die zei, ja, Linda, eigenlijk moet die trouwerij eruit. Want dat, iedereen zepte weg. Toen zei Linda natuurlijk van, ja, dat kan niet. We gaan niet die trouwerij eruit doen als het gaat om een trouwerij winnen. Dus toen kregen wij de opdracht, verzin iets wat we nog kunnen doen na die trouwerij. Dus Mark kwam op wat weer die onderstroom wat weer mensen terughaalt. Of wat in ieder geval mensen laat blijven kijken. Tot na die trouwerij. Dus we moesten een soort climax, een soort payoff hebben aan het einde. En toen kwam Mark op een ochtend en die zei, ik zat met mijn videorecorder te spelen en ik krijg hem niet op 0-0. Net als met tanken, dat je hem wel eens op 50 euro precies wil aftanken en er net overheen schiet. Toen zijn we erover nagedacht. Toen zeiden we op een gegeven moment, als we nou die koppels zo'n iets laten lopen en ze moeten het precies op 10 seconden afdrukken. Toen zijn we bij John gekraan met een stopwatch, 100 gulden op zijn tafel gelegd en gezegd, als jij hem op 10 seconden .00 kan afdrukken, dan krijg je die 100 euro, een gulden. Toen is hij de hele vergadering, is die, en na een stuk of 20 keer had hij, maar toen zeiden we, nee, je hebt één kans. Kijk, het briljante van John was toen weer dat hij zei, wacht even, dat is leuk, superleuk principe, alleen ze moeten het kunnen doen met kussen. Dat ze elkaar precies 10 seconden, en het werd uiteindelijk 30 seconden, kunnen kussen tot op de 100ste seconde. Dat was weer een briljante ingreep van hem en frustrerend voor ons, dat wij hadden daar toch een paar weken over zitten nadenken. En dat we dat zelf niet hadden bedacht. Maar goed, soms zie je door de boom het bos niet meer. Zie daar het belang van sparringpartners ook. Inderdaad, zie daar het belang van iemand die van buiten komt en gewoon ook natuurlijk kwaliteit heeft en dan in één keer roept, dit moet met kussen. Maar goed, vervolgens, dat was wel grappig, hebben wij uitgezocht, hoe kan je nou precies tot op de 100 seconden mensen laten kussen? Want je kan moeilijk iemand met een stopwatch erbij gaan zitten. Dus ik zal het geheim één keer verklappen. Er wordt zwakstroom door de koppels geleid. Dus de ene persoon is plus en de ander is min. En een heel laag voltage, zodat ze het niet voelen. En op het moment dat die kussen monden elkaar raken, begint die tijd te lopen en het los. En dan kan je dus tot op de 100ste seconde kan je meten of iemand 30 seconden .00. Nou, de grap was, dat werd gedaan aan het einde van Love Letters. Kijkcijfers sky high. Maar je zegt nu al een paar keer hoe briljant John de Mol is. En dat je dingen van hem geleerd hebt. En dat hij met dit soort dingen. Dus jullie zien door de boom het bos niet meer. En je gaat langs en dan toch heeft hij net een ideetje. Ja. Maar programma's op SBS ben jij toch regelmatig in Content Wars. Ja. De podcast die je maakt, toch regelmatig. Ja, toch wel met de grond gelijk aan het maken, zou ik bijna zeggen. Nou, ik vind de kwaliteit van de programma's op SBS, zeker de laatste jaren, vind ik gewoon heel erg tegenvallen. En dat, ik zeg ook vaak op Content dat ik het niet zo goed begrijp, omdat ik weet hoe inderdaad briljant John is. En ik weet ook dat er heel veel goede mensen werken die echt in het verleden heel veel formats hebben gemaakt die heel goed zijn. En als ik nu zie wat er bij SBS vandaan komt, dan denk ik, hoe kan dit? Hoe kan dit worden goedgekeurd? Hoe kan dit worden geaccordeerd en geproduceerd en op zender worden gestopt? Want het zijn programma's die, toen ik daar werkte, volgens mij niet er doorheen kwamen. Maar jij bent al 25 jaar in het vak. Je kent de meeste mensen. Beantwoord die vraag eens. Hoe kan dat? Nou ja, ik vind dat moeilijk te zeggen. Ik denk dat er is wel eens iemand geweest die tegen mij gezegd heeft, is het nou goed dat een producent zelf ook zenderbaas is? Die twijfel heb ik ook. Dat ik denk, producent en zenderbaas zijn toch twee verschillende
beroepen. En als je zelf je eigen programma's op de tv kan zetten, wat natuurlijk regelmatig gebeurt bij Talpa, spelen er waarschijnlijk ook andere belangen dan alleen maar het beste idee op de buis brengen. Dus dan ben je maker en afnemer. Ja, en dat, ik denk dat het beter is dat iemand anders kritisch is op wat er gebracht wordt. Grap was, Big Brother is bij meerdere zenders aangeboden. The Voice is afgewezen. En de hele draaiprincipe van de stoelen, wat zo briljant is van The Voice, is op het laatste moment bedacht. Dus vaak werkt het ook als je wordt afgewezen en weer teruggaat naar de tekentafel. Dus ik denk dat dat een probleem is. En verder, ja, ik kom al heel lang niet meer bij Talpa. Mede om de dingen die ik roep, word ik daar niet heel erg met open armen ontvangen. Dus ik zou het eigenlijk niet zo goed weten. Maar ik heb ook in mijn programma gezegd dat ik gewoon de liefde mis in de programma's. Ik mis gewoon de aandacht en de liefde. Als je, om even terug te komen op The Connection, als je ziet hoeveel liefde in dat programma zit, los van, niet omdat ik eraan mee heb gewerkt, maar ik zie gewoon de aandacht van de set en van de augmented reality en van de vraagstellingen en van het format. Er zit zoveel werk in en er zit zoveel aandacht in. Op elk detail is gelet. Dat mis ik in heel veel programma's van Talpa. En ik weet dat het veel beter kan. Althans, dat heeft John zo vaak bewezen. En hij is, nog steeds vind ik hem de allerbeste televisie- en programmamaker ter wereld. Dat heeft hij ook bewezen met meerdere enorme hits. Alleen, ja goed, ja, ik weet niet. Wat ik zeg, het vuur is een beetje weg daar, heb ik het idee. En het vuur is niet weg uit de podcast die je maakt? Omdat ik dit soort dingen dus roep. Wat mensen, sommige collega's tegen mij zeggen, je bent gek dat je het allemaal roept. En dat vind je zelf niet? Dat je een beetje dwaas bent? Dat je op deze manier misschien je ruiten aan het ingooien bent? Nou ja. Want laten we eerlijk zijn, de mediawereld is vrij klein. Volgens mij in Nederland hoor ik vaak. En de tenen zijn misschien lang of de ego's groot. Zeker. En dan ben jij dus gewoon over je naaste collega's in een mediawereld waar iedereen toch vaak in het publieke domein in ieder geval vol lof spreekt over elkaar. Ben jij in het publieke domein mensen ja, toch een soort aan het afschrijven soms bijna? Nou, dat weet ik niet. Ik probeer in de podcast, jij hebt er volgens mij een paar geluisterd, ben ik niet mensen aan het afbranden. Ik probeer altijd aan te geven waarom ik iets niet goed vind en waarom ik het idee heb dat het niet werkt. En probeer dat redelijk genuanceerd te doen. Soms is er wel een frustratie dat ik denk, zoals bijvoorbeeld waar we het met Talpa over hadden, dat ik denk, ik weet dat er heel veel leuke formats zijn en goede formatontwikkelaars. En die krijgen geen kans. En dan zien we dit soort dingen terug op tv. Die worden ook, ik krijg ook gelijk als je kijkt naar de kijkcijfers. Ze worden gewoon heel slecht bekeken. Echt afgestraft door de kijker. Dus eigenlijk zeg je, weet je, dit is gewoon, ik ben een freelance creatief consultant. En jullie krijgen een gratis consult van mij. Nou ja, dat. En ik vind het jammer dat in de tv-wereld de enigen die kritiek mogen hebben zijn een Angela de Jong of een Mark Koster of weet je wel, die een beetje erbuiten staan. En ik denk van, het zou ook goed zijn als mensen in de media zelf af en toe kritisch durven te zijn. Ik hoorde je zelf net zeggen dat misschien volgens jou het probleem zou kunnen zijn bij Talpa. Dat wordt wel eens gezegd. Of die kritiek. Ja, en natuurlijk is een iemand als John de Mol een ontzettende sterke persoonlijkheid. Dus ik kan me best voorstellen dat heel veel mensen het moeilijk vinden. Bovendien is het ook je baas die je salaris betaalt. Dus ik snap best dat mensen dat lastig vinden om het daarover te hebben. Maar ik ben nu heel erg aan het prikken en aan het zoeken naar negatieve dingen aan de podcast. En de negatieve gevolgen misschien van die eerlijkheid van jou. Ja. Maar zijn er ook positieve gevolgen? Heb je ook wel eens belletjes gehad van wat jij daar in die podcast zei, ik ga er naar luisteren. Of wat jij daar zei, kom alsjeblieft volgende week op de koffie hier. Nou, ik krijg heel veel berichten dat heel veel mensen in Hilversum het juist een hele leuke podcast vinden. Zolang het niet over zichzelf gaat. Zolang het niet over hun gaat. Nee, maar ook als het over hun gaat, vinden ze het ook leuk. Alleen ze zeggen vaak, ja, ik zou het niet zo snel allemaal roepen. Dat is het enige. Dus het is maar, de meeste mensen, wij proberen natuurlijk wat meer inhoudelijk een podcast te maken over de wereld achter de content. En we hebben het niet, nu ging het even over kritiek over een aantal programma's, maar we zijn niet een recensieprogramma. We zijn niet zoals de podcast van het AD die het alleen maar hebben over wat zijn leuke programma's en niet. Nee, en je bent soms ook vol lof. Ik bedoel, ik had nog nooit naar de boerderij van Dorst, als het volgens mij zo heet, nog nooit gezien. Ja.
je sprak er echt met extreme lof over. Dus ik denk, nou, dat moet ik toch een keer gaan kijken. En ik ben fan, dus zo is het ook. Nou ja, wat ik zeg, ik probeer objectief te zijn. En als er iets goeds is, ik vond bijvoorbeeld de Big Balance bij Talpa, vond ik echt een heel goed idee. De uitwerking vond ik niet zo goed. Maar Million Dollar Island vond ik in de basis ook een goed idee. Uitwerking vond ik ook wat minder goed. Maar uiteindelijk probeer ik, als ik iets goed vind... Make Up Your Mind vind ik ook wel heel, heel goed uitgewerkt van RTL. Dus ik probeer in die zin, als iets goeds is, is het goed. En als het niet goed is, is het niet goed. En ik vind dat je het daar ook over moet kunnen hebben. Als je maar met goede argumenten komt. Voor ik de allerlaatste vraag stel, kan ik jou natuurlijk niet hier laten weggaan zonder het even over Singletown te hebben gehad. Zeker, leuk. Zes landen nu, zeven landen? Zes volgens mij, even uit mijn hoofd. En hoe kwam je op dat idee en wat aan dat idee was nou zo bepalend dat er weer een nieuwe datingshow bij kwam die dus aan allerlei landen wordt verkocht? Ja. Nou, de grap was bij Singletown, dat heb ik bedacht samen met Jeroen Koopman, wat een hele goede producent is van Newbie, die zal jou kennen. Een van de meest succesvolle producenten van Nederland al heel lang. En wij zaten al best wel lang geleden, is dit ontstaan, al 7 jaar geleden. Ongelooflijk dat het zo lang heeft geduurd. Toen had ik al best wel een lange relatie, nog steeds heb ik dat met mijn huidige vrouw en hij met zijn toenmalige vriendin. En toen zeiden wij wel eens tegen elkaar van, wat zou jij nou doen als je single zou zijn? Want toen speelden al die apps en dating apps. En toen zei hij, jezus, moet ik een heel profiel gaan laten maken? En zou ik weer dating game in moeten? En de red race met allemaal vrouwen enzovoort. Maar even, dit was geen zakelijke afspraak. Nee, dit was gewoon lol van, wat zou je doen? Weekend. Ja, en overigens zaten we toen wel, we waren wel bezig om te kijken, kunnen we iets nieuws ontwikkelen hoor? En toen zeiden we, toen dachten we, hey, zit daar niet iets in? Kunnen we niet iets doen met koppels die op een soort splitsing staan in hun relatie? Dat ze niet helemaal zeker weten of ze door willen. Of juist dat ze misschien willen trouwen en high school sweethearts zijn, nooit single zijn geweest. Dat was het ook. Of meerdere motieven. En die geven we de kans om in ieder geval, en toen heette het nog Single for 6 Weeks, dat was de werktitel, om 6 weken lang als single te leven en dan te beslissen, ga ik alsnog terug bij mijn vriendin of vriend of vrouw? Of is het uiteindelijk toch wel heel weer leuk om weer single te zijn? En mag ik weer alles doen wat ik heel lang niet meer mocht? Enzovoort. Wat een andere twist was ten opzichte van bijvoorbeeld Temptation Island, wat ik ook een leuk format vind. Maar bij Temptation Island mag je het niet. Hè? Er wordt de kat op het spek gebonden en krijg je veel drank erin. Je mag niet vreemd gaan. Wij zeiden, nee, je maakt het uit in aflevering 1. Als jij wil vreemd gaan, of het is niet meer vreemd gaan, want je bent single, ja, moet je dat lekker doen. Bij Temptation Island vind ik altijd dat het nep gecreëerd is, het vuurwerk. Ja. En hier was het vuurwerk, zoals je dat kan herkennen uit je eigen of andermans relatie. Want het is echt. Je gaat echt. Ze kiezen er zelf voor en dan. En we doen het in de stad. Hè? Dus er werd wel eens gezegd, het is een soort Temptation in the City. We zitten in een leuke stad waar je uit kan en waar je heel veel leven in de brouwerij kan stoppen. En inderdaad, het is helemaal aan jou. Je bent single. Alleen, dan gaat de kapstok weer werken. Dus het basisidee van single. En toen gingen wij bedenken, als we nou allebei in een flat. En toen hadden we bedacht, als die flats nou eens op elkaar uit kunnen kijken, waardoor jij steeds ziet dat er een feestje is bij je exen. Toen hadden we ook nog bedacht, wat in het Engelse seizoen kwam, dat jij zag op een monitor bij jou in jouw flat wanneer er iemand anders in de flat van je ex kwam. En dat blijkt dan net jouw beste vriend te zijn. En het idee was dat die zou pas van de monitor afgaan op het moment dat hij de flat weer uitging. Dus de volgende ochtend word je wakker en je ziet de foto van jouw vriend nog steeds in die flat. Die denkt, goddomme, die zit nog steeds in de flat bij mijn ex. Nou, zo bouw je dan langzaam maar zeker elementen in dat format, waardoor dat spannend wordt. En toen bleek, ook los van het feit dat we niet alleen maar drank erin gooiden en seks, dat het daarom ging. Maar het ging echt om bij ons, en dat, ik denk dat dat het leuke is van Singletown, is het echt een experiment van hoe groot is onze liefde nog voor elkaar? En kiezen we nog steeds voor elkaar of wil ik uiteindelijk single zijn? En dat blijkt ook in de series. Er is niet heel veel seks, drugs en rock'n'roll in onze serie. Het gaat echt om dat dilemma wat die koppels hebben. Er is wel vuurwerk. Maar jij en Jeroen zaten te fantaseren over hoe dat zou zijn, zo'n 6 weken. Ja. Hebben jullie het een keer getest ook samen? Nee. Nee? Nee. Jeroen is wel uiteindelijk helaas uitgegaan met zijn toenmalige vriendin.
Ik maar ben niet omdat jullie samen 6 weken de bloemetjes hebben buiten gezet. Nee. Okay. Ik ben wel, grappig genoeg, ik ben wel op Tinder gegaan toen eventjes om te kijken hoe werkt zo'n app nou. Maar daar moest ik toch redelijk snel weer, want daar werd ik op aangesproken door iemand van, sta je nou op Tinder? Dus toen had ik wat uit te leggen. En ook naar mijn vrouw heb ik wel van tevoren gezegd, of ik ga even op Tinder om te kijken hoe werkt zoiets. Maar goed, het is altijd een beetje slap, excuus natuurlijk. Dus we hebben het niet getest. En uiteindelijk bleek dat principe van was weer een ander invalshoekje voor een datingshow. En datingshows zijn natuurlijk heel populair nog steeds. Nee, maar ik vond dit echt een nieuwe mooie toevoeging aan het spectrum als consument. Ja, nou, hartstikke leuk. Ik vind het leuk dat je het leuk vond. En ik hoop ook dat het nog naar een paar andere landen gaat natuurlijk. Nou, je hebt het nu bij BM Talk verteld, dus nu kan dat niet meer. Nu gaat het bedankt vliegen, voor ja. Je komst in ieder geval. De laatste vraag die ik dus altijd stel aan iedereen is: wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je weg vinden in de creatieve wereld? Ja, nou, uiteindelijk moet je iets proberen te vinden wat je leuk vindt om te doen. Dat is het allerbelangrijkste. En niet zozeer omdat je denkt dat je er succesvol mee kan worden. Dat is tip 1. En daar moet je dan ook mee doorgaan. Ook al zegt iedereen van, als je heel slecht bent en mensen roepen van het is helemaal niks, moet je misschien nadenken. Maar jij hebt ook 6 maanden de tijd genomen. Zeker. En mensen zeiden tegen ons ook van het gaat jullie niet lukken om een formatbedrijf te starten. En uiteindelijk is het wel gelukt. Dus je moet ook gewoon in je dromen blijven geloven. En zeker in de huidige tijd is er heel veel plek voor content. Hè? Mede door de streamers. Kan je echt wel, als je goede ideeën hebt en je weet ze goed uit te werken, kan je echt wel, is er een kans. Misschien wel meer dan voorheen. Dus voor mensen die leuke ideeën hebben en goed kijken, dat is ook wel veel. Kijk veel televisie, kijk veel films en veel series en ga eens analyseren. Hoe zitten die nou in elkaar? Dat geef ik ook altijd mensen als tips. En doe gewoon wat je leuk vindt en blijf het doen. Dat is het belangrijkste, denk ik. Ontzettend bedankt voor je komst. Graag gedaan. Tot zover BM Talk voor deze week. En wie de volgende gast is, dat is voor u een vraag. En voor mij eigenlijk nog veel meer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.